heel erg boos. En die stemmen ook navenant in jouw familiaire kring. Het is enorm. Mijn familie is heel kleurrijk, denk ik. Ik weet niet wat iedereen stemt. Maar ik heb wel een ouder broer die heeft altijd keihard gewerkt in de bouw. En die voelt zich in de steek gelaten. En als hij komt met zijn argumenten, dan denk ik, oh, ik snap waar hij vandaan komt. Hij zegt, ja, eerst kwamen dan de Polen, vindt hij. En dan kwamen toen de Bulgaren, nu de Roemenen. En er is steeds minder werk. En er is een hele grote groep mensen. Er zijn ook mensen die alle twee een baan hebben en in armoede leven. Die bijna niet genoeg geld verdienen om het gewone leven aan te kunnen. Er is dus een groep mensen die zijn op een of andere manier steeds overgeslagen. Boos. En die zijn dus boos. En er is nu een heel mooi initiatief van Joris Luijendijk. Die zegt, zullen we weer met elkaar praten? Die is steeds in gesprek met mensen die PVV gaan stemmen. En dat is heel verhelderend. Want dan begrijp je ook meer waar dat vandaan komt. En ik hoop gewoon dat we gewoon, als iedereen gaat stemmen en als er maar steeds duidelijk wordt gemaakt van welke partij doet wat, dat mensen ook in dat hokje de juiste keuze maken. Je zou het ook het gewoon liefst zouden, ja, mensen natuurlijk, er zijn zoveel zwevende kiezers, die zouden zo'n module willen van, een module van jullie en een module van, ja, ja, teamen. En een module, hè, zoals je dat met vakanties doet. Ik neem een beetje dit, ja, en een beetje, ik ga niet wandelen, maar ik ga fietsen. Dat zou je het liefst willen, maar dat kan nou eenmaal niet. Dus je moet gewoon echt duiken in die partijprogramma's. Nou, we weten, er is één partij die heeft geen programma, die heeft een A4'tje. Dus lees dat A4'tje dan maar en vraag dan maar, hoe zou dat gedaan worden? Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, de mensen die op welke partij dan ook stemmen, dat is nou eenmaal de kracht van democratie. De kracht van democratie ook is dat mensen stemmen op wie ze willen, dat er kleinere partijen zijn. En het is niet iets van nu, het is iets van alle jaren. Wat zegt u tegen, als je een premier hoort van alle Nederlanders, zijn het ook van Nederlanders die niet op D66 stemmen. Tuurlijk. Dus de vraag is, hoe ziet die premier van alle Nederlanders dan eruit? Wat zeg je tegen haar broer? Die zegt, ja, ik ben gewoon boos. Ja, ik ben 5 jaar al geleden. Ik kom uit de lokale politiek. Dus ja, ik kom al mijn hele leven mensen tegen die, hè, even om het makkelijk te maken, zakkenvuller. Hè, nou ja, een beetje dat begrip. Ik heb het altijd fascinerend gevonden. Oké, je kan het niet met mij eens zijn, maar waarom ga je dan op iemand stemmen die in één A4'tje niet eens ideeën over onderwijs of wegen of wat dan ook schrijft? Hoe kan je nou denken dat iemand die alleen maar gefocust is op de islam ook de rest gaat doen? Ik heb door de jaren heen daar wel geleerd dat ik vaak, als ik daar met mensen ging praten, fout maakte. Ik zit als politicus zo vol met feiten, met dingen, met argumenten, dat op het moment dat die broer dat dan zegt over die Bulgaren, zeg ik, nee, maar let op, er werken meer Nederlanders in dat. Stemmen, hè? Nee, maar stel, hè, dan zeg ik, er werken meer Nederlanders in Europa dan Europeanen daar. Dus kijk maar, het valt dan wel mee. Mensen willen in de eerste plaats, voordat ze weer naar politici luisteren van de gevestigde partijen, horen dat hun problemen terecht zijn. En dat is ook. Als je je wijk hebt zien veranderen, als er Syriërs binnenkomen die voorrang krijgen op de huurmarkt, niemand misgunt Syriërs een huis. Maar het is wel beroerd als je het gevoel hebt dat je dochter daardoor langer moet wachten. En het erkennen en dan vervolgens vragen, maar wat doen we dan met dat gezin van die Syriërs? Het gekke is, dan komen we met z'n allen tot de conclusie, ja, een beetje inschuiven als het ook echte vluchtelingen zijn. Maar dus, dat betekent dat de politiek te lang, althans u persoonlijk te lang, misschien wel te doof, te blind bent geweest en dat dat nu open is. Nou ja, we leven in andere tijd. Politici, we hebben er net een prachtige samenvatting van. Maar politici moeten anders opereren. We zijn geen beleidsmakers, we zijn volksvertegenwoordigers. Dus we moeten laten zien dat we niet alleen van vlees en bloed zijn, maar dat we inleven in zeer terechte wensen. Ik kan 100 keer zeggen dat het goed gaat in dit land. Zolang er nog kinderen in armoede opleven, zullen mensen zeggen, en daar valt het nog te verbeteren. En dan hebben ze nog gelijk ook.